Mokulu, de diepste man. Jabang dient zich nu ook aan. Goeie bal alweer van Mats Rits. En Cordaro. Actie van Cordaro, die Oussala uitkapt en daar de kopbal en de goal. Het is Boubacar Diabang in zijn eerste competitiematch dit seizoen. Brengt die KV Mechelen na 14 minuten op voorsprong. En KV Mechelen beloond voor zijn prima start in deze wedstrijd. Met een mooie actie van Cordaro, die daar wel makkelijk Oussala uitkapte. En dan kon Diabang aan de tweede paal inkoppen voorbij Darren Keat. Kortrijk 0, KV Mechelen 1, Boubacar Diabang. En daar is KV Mechelen opnieuw met de Stormen. Mokulu loopt zich vrij. De Stormen met Gert-Jan de Metz temporiseren, bal inleveren. Het schot uit de tweede lijn op de paal. Uitstekende bal was dit van Sette Witte. En zo ontsnapt KV Kortrijk aan een vroege 0-2. Santini voor Chevalier. Kortrijk nog eens. En dan plots voor doel. En de receptie bijna. Zoals in het volleybal door Wouter Wiebouw op de kans van Benito Raman. Corner na die eerste goede mogelijkheid. Wiebouw wint twee keer. En dan de kans gemist. Door Baptiste Martin, de rechtsback die altijd mee opschuift bij stilstaande fases. En Wiebouw komt daar tot twee keer toe goed weg. Tomasevic, ex-partizan Belgrado. Nou, wat stereotyp met die lange ballen. Daar valt hij toch voor de voet van Santini en Wiebouw naar de hoek. Eerste kans in de tweede helft. En die is voor KV Kortrijk. Rits. Cordaro. Mats Rits, goede aanval. Mats Rits en 0-2. 0-2 KV Mechelen, Mats Rits, beste speler bij KV. Alomtegenwoordig voor de rust. Het klikt meer dan voortreffelijk met Cordaro. En dat bewijst deze actie. Nog maar eens. Heel mooi. Rits Cordaro en Rits 0-2. 4 minuten ver na de rust. Baton voor Chanot. Raman en Santini en weer Wiebouw. Tot twee keer toe houdt hij Santini na de rust van een goal. Hij voorkwam de gelijkmaker en nu de aansluitingstreffer. Die van Santini kent geen geluk. Kort voor het einde. Iets meer dan een minuut nog de vrije trap van Gert-Jan de Metz. En voor wiens voet valt die bal? Voor die van Chanot en dan wordt hij nog miraculeus voor de lijn gekeerd. En zo komt Kortrijk niet aan zijn verdiende goal. Ingekopt, daar Chanot. En dan is het Chanot zelf die zich volledig mistrapt. En de bal in plaats van binnen te leggen, naast legt. Dit is Maho. Legt hem terug voor Capon. We gaan zonder de bal door en dan gaat die bal er wel in. En het is opnieuw Ivan Santini met zijn vijfde van het seizoen. Zo geeft hij KV Kortrijk in de blessuretijd toch nog een sprankeltje hoop. Weer een lange bal, een goeie, waar ze bij KV Mechelen onderdoor gingen. En waar Ivan Santini weinig moeite mee had. Weer zo'n goede borstcontrole en dan vlam binnen. Wouter Bibo is geklopt dit keer. Hier had hij geen verhaal tegen. 1-2. Benito Raman met Anthony van Loo. En daar is Bizet. Goed uitgespeeld. Bal bij Joachim van Damme. En hier is Diabang. Geen buitenspel. Diabang met de beslissing. Hij trapt hem in het zijnet. Boubacar Diabang. Hij had de 1-3. En zijn tweede van de avond aan de voet. Geen buitenspel. Omspeelt daar Darren Keat. En dit had de 1-3 moeten zijn. Maton. Thomas Maton. Santini. Nieuwe borstcontrole. Daar de kans en de overtreding. Net voor de 16 meter. En vrij schop voor KV Kortrijk. In het absolute slot. Het zal toch weer niet waar zijn.
Santini. En daar Raman met de overtreding van Seth de Witte. En daar gaat nog een speler neer. Gaan we nog een rode kaart krijgen van Romain Renault. Colmon gaat overleggen met zijn grensrechter. Ja, rode kaart voor Romain Renault. Achter de bal Robert Klaassen. De Nederlander invaller Klaassen. Bibo pakt en redt hier de overwinning voor KV Mechelen. Einde van de wedstrijd. Spanning troef hier in het absolute slot met een prima parade van Wouter Bibo. Ja, hij is misschien wel de man van de match. Terwijl Mats Rits prima speelde. Maar dankzij Bibo en Rits pakt KV Mechelen hier zijn eerste drie punten van het seizoen. Het brengt zijn totaal op 4 en wint met 1-2 bij KV Kortrijk.